Komende zaterdagavond komt Feyenoord op bezoek bij FC Groningen. Wij testen de kennis van Ernest Faber over het verleden van FC Groningen-Feyenoord. FC Groningen speelde in de Eredivisie 38 keer thuis tegen Feyenoord. Hoe vaak denk jij dat FC Groningen heeft gewonnen? 12 keer, 13 keer of 14 keer? 14 keer. Helaas. Helaas? Ja, het was 13 keer. 13 keer? Ja. De eerste zege werd behaald op 19 februari 1984. De latere landskampioen Feyenoord werd op een bevroren veld met 1-0 verslagen. Dus komt de rechtervoet van Brokken en daar is McDonald. Is raak. McDonald. Het is een prima rentree, zou je zo kunnen zeggen. Hij heeft al even gespeeld tegen Helmond Sport na die langdurige stilstand vanwege die knieblessure. Waardoor hij in het eerste gedeelte van de competitie alweer verdween. Hier viert hij zijn rentree in de 23e minuut van de tweede helft met een doelpunt. Wie maakte namens FC Groningen de meeste doelpunten in de Eredivisie thuis tegen Feyenoord? Dan geef ik je drie namen. Was dat Peter Houtman? Was dat Jos Roosien? Of was dat Marcus Berg? Volgens mij zeggen Peter Houtman, daar heb ik nog mee gespeeld bij, al bij Sparta. Maar ik houd op Marcus Berg. Bijna. Bijna? Ja. De derde optie was Jos Roosien. Ja. Ja, scoorde 5 keer. 5 keer, ja. Marcus Berg maakte de 4 en Peter Houtman 3. Okay. Ja. Jos Roosien scoorde onder andere op 19 februari 1990... toen het duel tussen FC Groningen en Feyenoord eindigde in 3-3. En een strafschop. Overtreding wordt gemaakt op Wilson en de strafschop wordt genomen door Roosien. En die schiet raak met Ede Fortuyn, want Hiele lag in de goede hoek. Maar het staat 3-2 voor FC Groningen. Dat dus die achterstand heeft ingehaald. Marcus Berg scoorde dus 4 keer thuis tegen Feyenoord. Het belangrijkste doelpunt maakte hij op 25 oktober 2007. Komende zaterdag exact 10 jaar geleden. In blessuretijd schoot Berg FC Groningen naar een 3-2 overwinning. 3-2 voor Groningen. En Marcus Berg doet het weer. Nou, vraag 3. Je hebt nog kans op 1 punt. Vrij recent deze. Want wat is in de Eredivisie de grootste thuiszege geweest van FC Groningen op Feyenoord? Ja, dat moet toch een hoge uitslag zijn. Het zal volgens mij geen 8-0 zijn, denk ik, zoals Ajax bij NAC. Maar 7 ook niet, denk ik. Ik vermoed 6-0, denk ik. 6-0. Ja, helemaal goed. Helemaal ja? Ja. Ja. Toch nog een punt. Toch nog een punt, zeg. Gefeliciteerd. 6-0, ja. Wie was de topscorer toen, die wedstrijd? De 6 doelpunten werden gemaakt door 6 verschillende spelers. Dit waren de 2 mooiste doelpunten. Tiefenbelt. Dan maar een keer van een enorme afstand. Hij verrast Mulder. Die er nooit op rekent dat Tiefenbelt van die afstand gaat schieten. Andersson. Burnett. Dat is een goede voorzet. Wat een prachtige goal. Leandro Bakuna. Jongen, wat een juweel in de, wat is het, 12e minuut van de tweede helft. Een historische overwinning. Dat zou zaterdag ook wel weer mooi zijn, hè? Ja, goed, zo'n uitslag zeker. Maar het is, we zitten nu in een goede flow, zullen we maar zeggen. We hebben een mooie overwinning gehad op Vitesse terecht ook. En daar wil je mee verder. We hebben weer een mooie kans tegen Feyenoord. Geweldige tegenstander, grote club. We willen altijd weer spelen voor het kampioenschap. De Champions League hebben ze gespeeld. We mogen aan de bak. Mooie, goede uitdagende tegenstander waarin we toch moeten gaan voor eigen kansen. Het zal niet makkelijk zijn, maar met de samenwerking van het publiek gaan we voor het maximale resultaat.